Siep Winia, daar zijn we weer. Wij hebben hier, ik denk, een stuk of 5, 6 gesprekken gevoerd afgelopen jaar over die formatie. Zeker. Nou, er was steeds genoeg stof, want er gebeurde niet veel. Dat nieuwe elan, hè, wat nu uit deze ploeg zou moeten blijken, die op het bordes staat, zie jij dat al? Nou ja, een beetje wel bij de D66-vleugel. Hè. Dus D66 heeft elan van buiten gehaald. Sterker nog, zelfs elan dat geen lid was van D66. Dus de minister van Onderwijs en de minister van Volksgezondheid en de staatssecretaris van Cultuur, alle drie van D66. Dat zijn dus tenminste voor een deel bekende televisiefiguren die dan in ieder geval de geur van elan binnen zouden moeten brengen. Onder andere Dijkgraaf, Robert Dijkgraaf. Robert Dijkgraaf, ja. En natuurlijk hebben we de minister van Volksgezondheid. En dan hebben we Ernst Kuipers. En dan hebben we nog Güné Uslu, als ik haar naam goed uitspreek. De staatssecretaris van Cultuur en Media. De broer van de Corendon-eigenaar overigens. Maar zeker, maar heeft daarnaast geloof ik ook nog een hele wereld in de cultuur of zo. Vind jij dat D66 eigenlijk het stevigste team heeft? Hoor ik je dat zeggen? D66, je vroeg naar elan. En het elan haal je niet per se bij wethouders of gedeputeerden uit de provincie. En dat is een beetje de lijn die VVD heeft aangehouden. ChristenUnie ook trouwens. ChristenUnie ook. Dus als je, laten we zeggen, een beetje glamour binnen wilt halen, dan zit je eerder bij D66 in dit geval. Uitstraling, televisiegezicht. Ik weet niet of dat hetzelfde is als Nieuw Elan, maar dat zou je wellicht aan kunnen toekennen. Ja, het feit dat ze lid moesten worden geeft ook aan dat het geen partijtijgers zijn en dus buiten de coterie vandaan komen. Zeker. De minister van Volksgezondheid. Ernst Kuipers. Ja. De gewoonste naam die Nederland heeft, maar die vergeet ik nu even. Ja. Misschien daardoor. Maar in ieder geval Ernst Kuipers is wel bekend dat hij ook wel gewinkeld heeft bij de Partij van de Arbeid. Dus die lijkt eerder bezig te zijn om, laten we zeggen, vertegenwoordiger van zijn branche, de ziekenhuizen, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, in het kabinet te zijn dan per se een partijtijger te willen worden. Ja, want het grappige was dat Marcel Levy, die door iedereen geprezen, die zit bij de Partij van de Arbeid, dat sommige mensen nog even dachten, misschien kunnen ze over zichzelf uitstijgen en hem op grond van zijn expertise in dit kabinet nemen waar zijn partij niet in zit. Maar zeker, nou, we weten van Mark Rutte natuurlijk dat hij pragmatisch dan wel opportunistisch genoeg is om dat te doen. Hij heeft Van Rijn toen benoemd. Precies, ja. Dus we hebben dat al 2 jaar geleden meegemaakt. Dat er een paar maanden een PvdA-minister in dit niet-PvdA-kabinet zat. Dat is een fantastische manier om de Partij van de Arbeid de mond te snoeren. Door iemand van de PvdA in het kabinet op te nemen. Zulke dingen hebben we in het verleden ook al meegemaakt. Dus als je iemand weghaalt uit een partij, dan maak je die partij in feite mondloos. Ja, geen oppositie meer voeren natuurlijk. Precies. Nee. Maar goed. Het is niet gebeurd. Nee, en bij het begin van een kabinet is dat natuurlijk ook wat lastiger dan tussendoor. Maar je vroeg naar een nieuwe elan. Nou, dat nieuwe elan, ik ontwijk het nog even. Mark Rutte die ging met de nieuwe ploeg de eerste vergadering tegemoet. Het constituerend beraad, zoals het heet. En riep toen tegen de camera, en kennelijk iets wat hij bedacht had, te weten, hij ging nu het avontuur, of wij gaan het avontuur tegemoet. Dus het leek wel alsof dat ergens in de campagnekamers van de VVD bedacht is dat misschien dat nieuwe elan moet verschuiven naar een nieuw avontuur. Ja, maar ook voor hem een nieuw avontuur. Hè? Want er zijn heel weinig mensen die VVD-beleid in dit akkoord kunnen ontdekken. Precies. En zelfs in personeel opzicht geldt dat. Ja. Dus het was natuurlijk, gaandeweg dringt dat steeds meer door wat wij hier al eerder hebben besproken. Namelijk dat dit lijkt eerder een D66-kabinet dan een VVD-kabinet. Kijk, die andere partijen zijn kleiner. De Christen-Democratische Partij, CDA en ChristenUnie, die zijn de ChristenUnie let altijd een beetje op zijn eigen specifieke hobby's, zal ik maar een beetje ondeugend zeggen. Mm-hmm. Maar echt, de CDA-profiel zit er ook niet in. Het is eigenlijk gewoon een D66-kabinet als je het allemaal afpelt. Ondanks dat Hoekstra zegt, dit druipt van het CDA. Ja, maar goed, hij zegt wel eens vaker wat hij niet helemaal goed kan funderen. Dus kijk naar het hoofdlijnen van het beleid. Meer Europa, meer geld naar Europa. Sowieso hoeft er niet meer op geld te worden gelet. Dat was vroeger bij uitstek VVD-beleid. Misschien ook een beetje D66-beleid, maar het is in ieder geval totaal weg. Omdat het gratis lenen is.
Ja. Nou ja, dat voeren ze in ieder geval op als reden. En dan hebben ze nog een paar trucjes natuurlijk. De trucjes van die fondsen. Ja. Wat niet past bij het prudente begrotingsbeleid dat vroeger door CDA en VVD werd nagestreefd. Dus het is een CDA inhoudelijk, maar dat hebben we al eerder besproken. Inhoudelijk is het een sterke mate door de D66 getint kabinet. Ja. En je kunt zeggen dat dat zowel bij de portefeuilleverdeling als bij de invulling van die portefeuille, de bemensing, zoals dat netjes heet tegenwoordig, wordt de winst van D66 voortgezet. Ja, laten we dat even bespreken, want we hebben hier een hele lijst. Daar gaan ze niet allemaal bespreken, maar je hebt nou niet zozeer problemen, maar vraagtekens bij een aantal benoemingen die meer politiek lijken te zijn dan inhoudelijk. Mm-hmm. En je hebt ze allebei al genoemd, Kaag en Hoekstra. Ja. Die eigenlijk een beetje stuivertje wisselen van het ministerie. Zeker. Bijna letterlijk stuiven wisselen. Nou kijk, dat Kaag op buitenlandse zaken thuis zou willen horen, dat lijkt evident. Daar komt ze vandaan oorspronkelijk. Is het trouwens ook onprettig vertrokken. Zijn we misschien een beetje vergeten, maar toen ze een Palestijnse man trouwde, dat ze niet meer vertrouwd op het ministerie van Buitenlandse Zaken. En toen is ze pas de Verenigde Naties wereld ingegaan. Wacht even, je praat nu van heel ver terug. Nee, ik dacht, jaren 90. Want ze is natuurlijk ook vertrokken als minister vanwege Afghanistan. Nee. Waar ik het over spreek is dat zij, als ambtenaar al bij Buitenlandse Zaken heeft gezeten. Toen vervolgens de VN-route ingegaan is en vervolgens bijna, zou je kunnen zeggen, wraak heeft genomen door als minister teruggekomen. Uiteindelijk als minister op Buitenlandse Zaken. Ja, maar ze konden dus ook niet terug, want als je net bent afgetreden is het nu ook raar. Nu, ja, nu. Precies, ja. En dus heeft ze financiën, en dat vindt ook niemand raar, want dat is een sleutelpost als je de tweede partij bent. Nou, er zijn vrij veel mensen die dat raar vinden. De afgelopen weken zijn we er nog gewend geraakt, omdat D66 bekend was dat D66 dat geclaimd had. Maar zij heeft natuurlijk allerminst een imago, of het is nooit gebleken dat ze iets weet van, of belangstelling zelf maar heeft, voor geld. Laat ik het zo formuleren. In ieder geval overheidsfinanciën, de begrotingstekorten. Dus zij is altijd geweest voor meer geld, maar nooit voor minder geld. Dan is ze de juiste vrouw op de juiste plaats. Want je zegt net dat geld een rol speelt. Als het toch niet allemaal uitmaakt. Precies, als ze ooit minister van Financiën had willen zijn, dan kan ze dat nu zijn. En in het bezuinigingskabinet was het dus te licht geweest, zeg je? Dan had ze misschien niet de juiste toon. Dan had zij bijvoorbeeld ook problemen, echt serieus problemen gekregen met de lijn van het kabinet in Europa. Want als zij de Hoekstra-lijn van de afgelopen jaren, dus geen cent naar Italië, zal ik maar zeggen, had voortgezet, ja, dat had ze niet kunnen doen. Want zij is er hartstikke voor dat we veel geld aan Italië hadden gaan. Ja, dan zijn we meteen bij Hoekstra. Ja. Want ik wil graag één dingetje over Kaag zeggen. Ja. Er wordt natuurlijk gezegd van, ze weet niks van economie. Dat is wel veel vaker gebeurd. Dat is in ieder geval althans wel eens vaker gebeurd. Dat een niet-econoom minister van Financiën was. Hoekstra was dat ook niet thuis. Hogevorst niet. Nee, dus dat was een historicus. Als je een beetje generiek generaal politicus bent. Goeie mensen om je heen, ja. Dan moet dat kunnen. Dus ik doe er niet met voorbaat negatief over. Maar nou even die andere, ja. Hoekstra, die was minister van Financiën. Die is vicepremier op buitenlandse zaken. Hans van Mierlo zei ooit, dat heb ik in 1994 een keer gedaan. Ja. Als partijleider vicepremier op buitenlandse zaken, je bent er nooit. Ja. Dat moet je niet doen. Nee, en dat hebben we ook gezien. D66, die, zoals in die dagen gebruikelijk, halveerde D66 of meer toen Van Mierlo zijn ideale portefeuille buitenlandse zaken deed. Dus ik begrijp niet precies waarom hij het doet. Eerlijk gezegd, het is geen. Kijk, vroeger in de tijden van Jozef Luns was dat, dan ging je als minister van Buitenlandse Zaken of buitenland. Nu gaat de minister van Algemene Zaken, de premier, de regeringsleider, die gaat in veel sterkere mate over het buitenland. En financiën, de eurogroep. Ja. En ten tweede de minister van Financiën. Ja. Dus en pas misschien op de derde plaats de minister van Buitenlandse Zaken. Dus waarom zou hij dat willen? Heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ministerschap een grote uitstraling voor een partijleider? Nou, ooit, maar tegenwoordig toch niet meer. Hij wil partijleider zijn. Je gaf al aan, het is lastig om partijleider zijn terwijl je in Banja Luka bent of zoiets, ik zeg maar wat. Ja.
Dus dat, het is tamelijk onbegrijpelijk, eerlijk gezegd. Ja. Dat hij dan moeten kiezen voor volkshuisvesting of sociale zaken, waar Van Gennep nu zit? Nou, ik zou in zijn geval hebben gekozen voor een, in ieder geval een positie in wat dan vroeger de economisch, sociaal-economische driehoek of vierhoek of vijfhoek. Daar zit hij ook niet eens in. Dus als het grote geld verdeeld wordt of geïnd wordt, dan is dit ook weer niet bij. Nou ja, daar zit Van Gennep dan bij namens CDA. Ja, maar niet hij zelf. Nee, precies. De partijleider die ja. Die delegeert de belangrijkste politieke taken aan een collega die daartoe binnenhaalt. Ja. Vreemd. Wat ook opvallend is, is dat er op justitie allemaal mensen zitten onder aanvoering van mevrouw Yazılgöz van de VVD, die geen juridische achtergrond hebben. Ja. Is dat erg? Dat moet blijken. Kijk, laten we niet vergeten, we hebben natuurlijk... In de ambtelijke wereld zien we dat al tijden. Hè? We hebben de Algemene Bestuursdienst, ja. Hebben, wat is het, 20 jaar geleden of zo geïnteresseerd. En die gaat ervan uit dat de ambtenarij bestaat uit generalisten. Die om de 5 jaar een ander ministerie krijgen. Hooguit vaak, hè. Ja. Ja, dan ga je van volkshuisvesting ga je naar buitenlandse zaken. Ja. En van buitenlandse zaken ga je naar financiën. Dat schijnt allemaal te kunnen. Er staat buitengewoon veel kritiek op. Onder meer vanwege de toeslagenaffaire, waar je hebt gezien dat die topambtenaren als een soort passant optreden en eigenlijk geen idee hebben waar ze ministerie over gaat. En datzelfde nadeel heeft ze natuurlijk wel als je eigenlijk niks weet van de rechtsstaat, behalve als Kamerlid dat je er wat heftige uitspraken over hebt gedaan of niet. Dat is misschien toch een wat zwakke basis om minister van Justitie te zijn. En we hebben nu inderdaad 3 bewindslieden die geen rechten hebben gestudeerd. In ieder geval geen studie in die richting hebben afgemaakt. Dat is, ja, ik zou dat niet, dat lijkt me niet ideaal. Ik zou zeggen. Maar ze heeft er wel iets over gezegd al, voordat ze beëdigd werd. Dat zij zegt, ja, maar ik hoef me niet met al die details van die wetten bezig te houden. Ja. Ik moet ze gewoon uitvoeren. Heel pragmatisch. Dus waarom nou, zou nee, zij nou, al nou, die stukken... Ze zegt ook, van, daar, ik hoef niet het werk van de professionals. Dus zij noemt de ambtenaren de professionals. En wat zij dan zelf is, weet ik niet precies. Maar ik neem aan dat ze van zichzelf bedoelt dat ze een handige duvelstoeljager in de politiek van Mark Rutte is. Want dat is zij. Nee, maar ja, dus... aan de andere kant is het ook zo dat alle juristen op het ministerie van de VVD gesneuveld zijn. Ja, opstelt Teve, Van der Steur, die waren allemaal wel juristen. Dus dat is ook geen garantie dat het goed gaat. Nee, en dat geldt dan natuurlijk met name voor Opstelt en Van der Steur. Ja. Waarbij in beide gevallen kunt afvragen of zij behalve jurist... wel over alle kwalificaties voor dat ministerschap. Gewoon überhaupt deskundig. Ja, okay. Kijk, maar Yazılgöz, ze was 5 jaar geleden nog... was er niet meer dan een paar jaar gemeenteraadslid voor de VVD... nadat ze eerst van allerlei linkse partijen lid was geweest overigens. Ik beschouw haar als een handige operator. Niet per se heel recht door zee. Maar buitengewoon bruikbaar van Mark Rutte... en daarom heeft ze deze zware portefeuille toebedeeld gekregen. Ja, als het een stageplek is, dan had je dat misschien beter op een staatssecretariaat kunnen doen. Hè? Om eens even te kijken of dit een toekomstige leider is. Nou of... ja, dat had gekund. Maar kijk, er moesten A, meer vrouwen in. Vooral de VVD zorgt daarvoor. Er moest een nieuw elan zijn. Ja. Maar dat betekent dat bijna geen enkele VVD-minister die het overleefd had, Rutte 3, weer terug is gekomen. Dus op een gegeven moment wordt de club waar je kunt kiezen natuurlijk ook kleiner. En we hebben Mark Rutte gezien dat hij vrij makkelijk mensen omhoog laat stijgen. Overigens ook vrij snel daarna weer laat vallen. Ja. En de volgende op het lijstje is van D66. Iemand die je nog niet genoemd hebt, dat viel me wel op, mevrouw Kajsa Ollongren. Ja. In heel veel landen, hè, als je zo'n blunder begaat met die stukken die je laat zien. Of ja, blunders kan je het wel zeggen. En de formatie een jaar ophoudt. Ja. Dan is het toch gewoon wegwezen. Er zijn een tal van redenen waarom het logischer zijn geweest als Kajsa Ollongren geen minister meer was geworden. Want er is niemand die zich kan herinneren wat ze bereikt heeft op haar portefeuille. Nou ja, ze heeft zelfs het referendum afgeschaft voor D66. Zeker, dat vond ze zelf trouwens een grote verdienste, maar dat was niet... partij niet? Nou, dezelfde partij vindt dat. Ja. Dat is een stiekem manier van D66 om van het referendum af te komen. Ja. Waar ze ooit voor geijverd hebben, maar nu ze zien dat de mensen bij een referendum wel eens dingen doen die D66 niet wil, houden ze niet meer van het referendum. Maar goed, jij zegt ze heeft geen staat van dienst eigenlijk. Ze heeft geen enkel record. Hè? Dus, en een klassiek geval... is ook, zij was niet ook was minister van Wonen, daar weten we niks van. Ze was minister van het gasverbod, hè, dus dat zou zij wel even uitvoeren. Nou, dat is een groot debakel geworden. Zo'n groot debakel dat het zelfs niet meer in het regeerakkoord voorkomt. En je geeft al aan, ze heeft ook toch wel een vrij serieuze blunder begaan.
weliswaar. Met functie elders. Met functie elders, waardoor de formatie is verlopen zoals die verlopen is. Dus een normaliteit zou je zeggen, die moet zelf een functie elders gaan zoeken. Nou, dat wou ik net zeggen. Dan had ze het Rutte ook makkelijk gemaakt en haar partijleider. Als ze zelf had gezegd, hier ligt mijn grens. Ja, als iemand wil blijven zitten, dan moet je iemand eruit gooien. Nou ja, maar en daarom is dat lijstje waar we nu dan begonnen zijn, is het lijstje ongemak. Ja. Het lijstje van Kaag die niet meer naar buitenlandse zaken kan en dus financiën doet. Hoekstra die bij financiën zit, maar dat niet meer krijgt en dus iets anders moet hebben. Mevrouw Ollongren die eigenlijk de politiek uit zou moeten gaan of in ieder geval geen minister meer zou moeten worden. Ik zou zeggen, laten we het een tijdje wordt het Tweede Kamerlid worden, maar dat vinden ze natuurlijk allemaal te min. Maar zij was een veelbelovend, een carrièremate snel gestegen ambtenaar. Op jeugdige leeftijd ook al, betrekkelijk jeugdige leeftijd, secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken, de rechterhand van de premier. Hoe goed ze daar binnen de Kamers was, weet ik niet, maar ze werd altijd geprezen. En toen werd ze wethouder in Amsterdam, dat maakte ze niet een hele grote indruk. En in feite is het toch door de mand gezakt als minister van Binnenlandse Zaken. Waarom is het nu gehandhaafd? Ja, kennelijk omdat zij zichzelf niet terugtrok. Nee, dat kan en, de enige reden precies, zijn. Precies, nou, maar dan hoort ze dus wel degelijk op het lijstje ongemak. Maar je kan ook zeggen, het klinkt heel lullig nu, maar misschien kan ze niet veel kwaad doen. Want er gaan miljarden naar Defensie om aan die NAVO-norm te voldoen. Ja. Er zit daar een redelijk deskundige commandant der strijdkrachten die haar misschien kan behoeden voor Blunders. Ja, maar dat is toch erg, want we hebben er toch geen ambtenaar, we hebben toch geen krijgsmacht om de minister te behoeden voor problemen, zou ik zeggen. Ja, goed. Dus ik zou eindelijk, kijk, de Defensie is een echt een stiefkind onder het Nederlandse. Ongelooflijk doorloophuis al 30 jaar. Dat is zeker al sinds het einde van de Koude Oorlog. Ja. Dus aanvankelijk moest er steeds bezuinigd worden, nou nu even niet, maar goed. En er werden steeds zwakke ministers of mensen werden als commissaris van de koningin uit de provincie geplukt. Of het werd aan de ChristenUnie gegund. Nou, in die lijst past helaas ook de benoeming van Ollongren als minister van Defensie. En dat ministerie kan daar niks tegen doen, hè? Ik bedoel, je zou zeggen, die ambtenaren die... Nou ja, het enige wat ze kunnen doen is haar saboteren, maar dat is niet echt aan het... Het gebeurt, hè? We hebben het met Mark Harbers meegemaakt. Die was staatssecretaris van Justitie, van Asielzaken. En er is veel wat erop lijkt dat hij door zijn eigen ambtenaren is gekielhaald. Hij komt trouwens nu terug als minister. Ja, maar dat werd toen juist gezien als iets positiefs. Hè? Ondanks dat hij zelf niks fout had gedaan, dat hij toch terugtrad. En blijkbaar wordt hij daar nu voor beloond. Ik denk dat je dat te ver zoekt. Ik denk dat hij in het lijstje... Dylan Jezilgus Wiersma van onderwijs nu. Er zijn gewoon een aantal voor Mark Rutte bruikbare partijgangers. Ik heb ook wel eens geschreven, hij brandt zijn natuurlijk bij iedere kabinet, iedere coalitie brandt Mark Rutte weer de nieuwe cohorte VVD-talenten af. Maar niet bewust mag ik hopen, toch? Nou, ik zie het feitelijk. We gaan nu het vierde kabinet Rutte tegemoet. En er is niemand heeft, ik bedoel zelfs van kabinet Rutte 3, heeft geen enkele VVD'er behalve Mark Rutte het overleefd. Ja, behalve dus een paar Kamerleden, voormalige Kamerleden die staatssecretaris werden, die nu dan minister worden. Hugo de Jonge hebben we nog als minister die het moeilijk kan gaan krijgen. Maar die hoort ook op het lijstje ongemak. Ja, maar... Is hij gekozen omdat hij de beste is voor de volkshuisvesting? Is hij gekozen omdat het CDA dolgraag door wilde met Hugo de Jonge in het kabinet? Beide niet. Geloof ik helemaal niets van. Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat heel veel mensen het wel genoeg vonden op volksgezondheid met Hugo de Jonge. Zeker, maar dan ben je dus een tweede, derde keuslijn aan het volgen en niet met nieuwe elan bezig, zou ik zeggen. Nee, maar ze kregen dat ministerie niet, dus dan wordt het wel lastig. Nee, maar je vertelt het nu zo wat er allemaal voor problemen zijn. Maar als je zegt... is dit de eerste keus? Is dit waar het land op zat te wachten? Is dit de kans voor het CDA? Dus is het partijbelang? Is het landsbelang? Nou, ik geloof het allemaal niet, eerlijk gezegd. Dus dat is allemaal opportunisme. Ja, hij krijgt een behoorlijke tegenstand uit de gemeente al. Want begin deze maand in Buitenhof hebben Hubert Bruls van Nijmegen en Jan van Zanen van Den Haag... Ja. Die hebben er echt schande van gesproken dat het 1,6 miljard voor extra woningen komt. Ja. Maar dat wordt uit hun eigen zak betaald, namelijk het gemeentefonds. Die zijn daar briesend over. Ja. Dus daar ligt wel een confrontatie meteen. Zeker. En het is ook twijfelachtig of dat allemaal zo fijn gaat verlopen. Ja.
Wat wel bijzonder is, is dat er zijn natuurlijk allerlei ministers die worden ingevlogen. Die hebben geen partnerdeel gehad aan de samenstelling van het regeerakkoord. In het regeerakkoord is er al van alles geregeld. Inclusief die gelden voor die woningbouw al dan niet enzovoort. En die moeten dat maar slikken. Dat... Maar dat is kennelijk ook gebeurd bij Hugo de Jonge. Ja. In ieder geval, we hebben niet gezien dat Hugo de Jonge als CDA al betrokken was bij het schrijven van het regeerakkoord. Dus ook hij krijgt een regeerakkoord toebedeeld waar hij op punt waar hij de baas van wordt dan zogenaamd. Dus de volkshuisvesting. Nou, het zich laat aanzien verder niks over te zeggen heeft. Nou ja, zijn voordeel is wel natuurlijk dat die gehate verhuurdersheffing voor corporaties wordt afgeschaft. Dus die ruzie is dan voorbij. Dus het is niet alleen maar ellende, hè? Nee, dat is zo. Maar goed, het belangrijkste waar we naar kijken. Ze hebben zichzelf opgelegd 1 miljoen woningen in 10 jaar. Dat wil zeggen, het was 1 miljoen woningen in 2030. Maar intussen zijn we gaan 2 jaar verder. Dus nu wordt het gaandeweg 1 miljoen woningen in 8 jaar. Nog moeilijker. Gaat allemaal niet gebeuren natuurlijk. Je kunt er wel geld voor uittrekken. Of te weinig geld, zoals de gemeente zegt. Maar... dan moeten we eerst nog het personeel hebben, dan mag de plaats hebben, moet het stikstofprobleem nog opgeheven zijn, mag het geen klimaatgevolgen hebben, dus ik zie dat allemaal niet gebeuren. Mag ik nog één of twee mensen met je bespreken? Erik van den Burg, VVD, staatssecretaris asiel, gaat Broekers-Knol opvolgen, was een blijmoedige VVD'er hier in Amsterdam in de raad en dacht ik ook wethouder geweest. Jazeker. Maar die heeft ooit gezegd dat asielzoekers welkom zijn. Nou, dat is wel meer. Hij zei zelfs als wethouder van Amsterdam, hè, zei hij iets in de trant van dat er nooit genoeg asielzoekers zouden kunnen zijn. Dus hoe meer, hoe beter. Dan zei hij, nou, dat is... Kijk, dat is geen VVD-beleid. De VVD in Amsterdam is een bijzonder geval. Mm. Dat is altijd door de jaren heen de meest linkse VVD van Nederland geweest. Dat is vooral ontstaan in de tijd dat ze dolgraag wilden regeren, lokaal, met de Partij van de Arbeid. En dan moesten ze altijd een beetje buigen voor de Partij van de Arbeid. En van die VVD is Erik van den Burg bij uitstek het product. Ja. Zelfs in Amsterdam was hij opvallend links. Eigenlijk, ja. Ja, en waarom deden ze dat altijd? Omdat ze graag mee wilden regeren met de PvdA, maar ze hadden nooit eigen smoel. Als ze eigen smoel hadden gehad, was het misschien de grootste partij geworden. Ja. En goed, de Erik van den Burg die was dus geen... die verloor de verkiezingen enzovoort. Tenminste, hij kon niet mee regeren. En toen is hij uit de raad gestapt, uit de lokale politiek, is hij Eerste Kamerlid geworden, een paar lobbyfuncties. En dat duikt hij nu plotseling uitgerekend deze Erik van den Burg op als staatssecretaris van Asiel en Migratie. Dit verbaast mij hooglijk, want dan heb je een VVD-onderwerp. Ja. En dan zet je een D66-achtige VVD'er op het... Zo is het, dat is toch gek? Het is verbazingwekkend. Dit is toch helemaal niet logisch? Nee, nee. Nou, ik weet niet wie op dat idee gekomen is. Het schijnt dat Mark Rutte veel van deze personeelszaken niet zelf heeft gedaan. Maar overgelaten heeft aan Sophie Hermans. Ja. Dus tot dusver de waarnemende fractievoorzitter. Nu binnenkort de echte fractievoorzitter. Van Sophie Hermans hebben we vooral leren kennen bij de algemene beschouwingen. Na Prinsjesdag, dus in september 2021. Mm-hmm. En als je dat wel samenvat, dan lijkt erop neer dat ze... Dat is een heel groot verhaal van dat ze in feite zegt... Ja, sorry hoor, dat we nog niet zo voor klimaatbeleid waren. Dat was een beetje fout. En zo ging dat maar door. Het was in feite dat, zou je kunnen zeggen, dat Sophie Hermans met een verhaal kwam... Dat erop neerkwam dat, sorry hoor, dat er nog niet... Dus we nog geen D66 waren, maar maak dus geen zorgen. Binnenkort wordt de VVD gewoon D66. Dat is... Ongeveer het verhaal van Sophie Hermans. Dat zal ze niet onderschrijven, maar dat is wat jij daar aan overhoudt. Nou ja, dat is mijn taak om dat te analyseren. Zeker. Nee, dus, en als het zo is dat Sophie Hermans de staatssecretaris geselecteerd heeft, of een minder belangrijke minister, of wat dan ook, of een bijdrage geleverd heeft aan dit personeelsbeleid, het VVD-personeelsbeleid voor Rutte 4, dan kan ik het enigszins begrijpen dat Erik van den Burg, de man die meer asielzoekers wil, de VVD-staatssecretaris wordt op asiel en migratie. Maar voor de rest is het onbegrijpelijk. Ja. Ja, nog even wat probleemportefeuilles doornemen... van mensen die misschien een beetje last van hun verleden krijgen. Ernst Kuipers, natuurlijk de coronaman van de ziekenhuisbedden tot nu toe. Ja. Het viel mij op dat hij zelfs als beoogd minister... nog over die cijfers stond te praten... alsof hij in zijn vorige functie zat. Denk je dat het publiek dat pikt dat hij die overstap maakt? Want hij moet wel even in een andere rol gaan zitten. Ja, dat wordt natuurlijk heel lastig. Dat geldt voor, we hebben een stuk of 4, 5 van die ministers die van buitenaf komen en daarvoor in feite een nadrukkelijk specifiek belang dienen. Nou, die gaan natuurlijk het moeilijk krijgen, bijna bij voorbaat, omdat ze binnenkort
direct op de dag dat ze aantreden als minister of staatssecretaris, niet meer het specifieke belang moeten dienen. Dus niet meer de Nederlandse ziekenhuizen zoals Ernst Kuipers of Connie Helder, dat was de voorzitter van Actis, dus de verpleeghuizen. Ja. En dan heb je nog een paar, maar in ieder geval, die zullen dus moeten leren om niet meer te spreken alsof ze van de lobby zijn van een bepaalde branche. Nee, dat ze het algemeen belang moeten dienen. En dus zowel in de Kamer als in de media zal Ernst Kuipers het best lastig krijgen, en ook anderen wellicht, omdat ze worden herinnerd aan uitspraken die ze kort tevoren hebben gedaan als lobbyist. Marnix van Rij, belastingexpert voor het bedrijfsleven, gaat nu fiscale zaken doen. Ja, dus dat is, die heeft, wat hij sowieso al tegen heeft, Marnix van Rij, hij heeft een bijzondere geschiedenis binnen het CDA, is natuurlijk een keer afgezet. Nadat hij probeerde lijsttrekker te worden of iets wat daarop leek, 20 jaar geleden. Waarom het CDA hem, notabene hem terughaalde om het CDA te redden, is me een raadsel. Maar in ieder geval heeft Marnix van Rij die weg weten te benutten om nu op zijn vakgebied, te weten het bedrijvenbelastingrecht, de staatssecretaris, de belangrijkste functionaris te worden. We hoeven niet op te rekenen dat zijn minister erg in zijn vaarwater zit, want die minister is mevrouw Kaag. Ja. Dus die zal geen expert zijn op dit vlak. Maar goed, Marnix van Rij, die werkte altijd bij de grootste belastingconsulent van Nederland. AE of ANE heet het geloof ik. Maar zal het op zijn Engels moeten uitspreken. EY geloof ik maar. Ja, ja, precies. Waar trouwens ook Balkenende op de loonlijst heeft staan. Maar goed. Ernst & Young. Ernst & Young. Ja, EI is het, hè? Ja. Ja, goed. Maar in ieder geval, wat opvallend is dat Marnix van Rij altijd opkwam voor de belangen van de grootste multinationals. Dus in lijn met VNO-NCW en ook bijvoorbeeld zelfs als eerste Kamerlid van het CDA ijverde voor de afschaffing van de dividendbelasting. En dat zelfs beschouwde als iets wat voortvloeide uit de normen en waarden van het CDA. Waar ik een nogal gezochte route vond om dit specifieke bedrijvenbelang te dienen. Hij wil ook niet horen dat Nederland een belastingparadijs is. Hè? Dat mogen we niet zeggen. Nee, dat mogen we niet zeggen. Terwijl dat, maar hij voegt er overigens aan toe dat hij vindt dat vooral productieve bedrijven in Nederland gevestigd moeten worden. Dus niet alleen mensen die hier even een beetje een belastingkoekje achterlaten. Haal maar eens productieve bedrijven naar Nederland op dit moment. Als we een stikstofprobleem hebben en een klimaatprobleem, zoals het kabinet zelf zegt, wat voor productieve bedrijven denk je dan aan? Denk je dan aan een nieuwe hoogovens of zo? Lijkt me toch niet, wel? In de duinen, nee. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat Marnix van Rij nog wel serieus in ieder geval belangenconflicten kan krijgen. En wat hij zeker niet mee heeft, is dat al zijn voorgangers steeds moesten aftreden. Laten we niet vergeten dat Menno Snel moest aftreden van de toeslagen. Dus hij heeft het geluk dat de toeslagen bij een andere pechvogel is beland. Namelijk bij Aukje de Vries, staatssecretaris, ook weer van de VVD. De VVD heeft vooral fijne probleemportefeuilles naar zich toegetrokken. Het asielportefeuille, de toeslagenportefeuille. Ja. En de enige die nog ongelukkiger is Hans Veilbrief, die waarschijnlijk gehoopt heeft om minister van D66 van Financiën te worden. En wat krijgt hij? Staatssecretaris van Groningen Zaken. Nou, nog erger. Staatssecretaris Mijnbouw. Die nauwelijks plaatsvindt. Nee, maar Mijnbouw, dat is... Nee, precies, tuurlijk. Dat is een feitelijk staatssecretaris van Groningse Zaken. Ja, en hij heeft meteen al op zijn dak dat er dus twee keer zoveel omhoog gepompt gaat worden vanwege Duitsland en die fabriek die niet klaar is. Precies. En je weet wanneer het bekend is gemaakt, hè? Ja, vlak voor de... Ja, dus na afloop van de laatste ministerraad van Rutte 3... Ja, door Blok. Is het op het bordje geschoven van het kabinet Rutte 4. En de motivaties, die klopt ook allemaal. Tenminste, is dubieus, laten we zo zeggen. Want laten we niet vergeten, het vorige kabinet, en met name meneer Wiebes, heeft beloofd aan Groningen dat in het jaar 2022 opgehouden zou worden met het oppompen. Niet het boren, maar wel het oppompen van Gronings gas. En wat dat waard is, blijkt nu. Het blijkt dat beloftes aan Duitsland voorgaan. Dat problemen met de stikstoffabriek belangrijker zijn. Dat we geen moeite hebben gedaan om de gasvoorraden te vullen. Dus dat is nou weten wat beloftes van deze aard waard zijn. Overigens nog even over de stikstoffabriek. Daar heb ik toevallig iets meer zicht op dan de gemiddelde verslaggever. Dat wordt nu aan corona gewijd. Geweten. Ja, het uitstel. Hè? Ja. Het uitstel. Nou, ze weten het al zeker sinds de zomer dat het ding niet op tijd klaar is. En dat is pas in november gemeld aan de Tweede Kamer. Dus dat lijkt mij ook wel een goede reden voor Hans Veilbrief om snel af te treden.
Dit is overigens, als we even naar de toekomst kijken, want dit kabinet heeft de facto natuurlijk maar 2,5 jaar. Hè? Er is een jaar weg, een half jaar voor de volgende verkiezingen gebeurt er niks, dus ze moeten snel handelen. Ja. Maar denk jij dat dit soort geloofwaardigheidsproblemen, hè, ook waar ik over begon, over die gemeentes die kwaad zijn, en de provincie, dat dat ook het kabinet kan nekken, dat die hele nieuwe bestuurscultuur eigenlijk al weg is voordat die begonnen is? Nou, die is natuurlijk nooit geweest. Nou ja, in het hoofd van Rutte zit hij wel, er komt een nieuwe bestuurscultuur. Ja, dat heeft gezegd, maar goed. Toen hij dus op de dag dat hij bijna gekielhaald was, hè, dus op 1 april, toen kwam hij overdag met zijn fietsje en zijn petje en zijn appeltje langs. En er waren een paar tv-verslaggevers opgetrommeld. En die zeiden, nee, ik heb allemaal uitstekende nieuwe plannen voor een nieuwe bestuurscultuur. En toen hij een maand later werd geïnterviewd in Nieuwsuur met waar die plannen dan uit bestonden, dan bleek dat niet te bestaan. Klopt. Ja. Ja. Dus... Kijk, Mark Rutte heeft natuurlijk grote verdiensten, maar vooral omdat hij erg handig is. En omdat hij weet dat hij weet zich al als een boeienkoning nog weer. Dat is echt buitengewoon fantastisch hoe hij dat kan. Maar of het land er altijd mee gediend is met zijn handigheid, dat kun je afvragen. Maar dan, het is wel zo, als je die verwachtingen zo hoog oppompt, dan kan er alleen maar teleurstelling volgen. Ja, maar als er ook maar iemand zou zijn die die verwachtingen zou geloven. En dat is eigenlijk al weg. Daar ben ik niet zeker van. Ik weet niet of er een enquête gehouden is over het geloof in het nieuwe elan te brengen door dit kabinet. Maar anders kan ik je bijvoorbeeld vertellen dat het de uitslag daarvan in de orde vergroten van misschien net een meerderheid bij VVD en D66, maar daarna houdt het op. Het is een beetje het omgekeerde van wat Kok ooit zei. Hè? Van jongens, pas op, dit wordt paas 1. Helemaal geen bijzonder kabinet, het wordt een gewoon kabinet. En nu is het eigenlijk andersom. Er wordt zogenaamd gedaan alsof het heel bijzonder wordt, maar het wordt gewoon waarschijnlijk. Op een paar punten is het niet gewoon. A, omdat er nog nooit zoveel geld gesmeten is door enig Nederlands kabinet ooit in de geschiedenis. En twee, is het bijzonder dat dit kabinet volgt op verkiezingen, waarbij de Nederlanders over het algemeen rechtser hebben gestemd. En het kabinet is nog nooit zo links geweest als dit kabinet. Ja, dus zowel als je naar de inhoud kijkt, als je naar het uitgavenpatroon kijkt. We kunnen nu kijken naar de opstand bij de functionarissen, bij de gemeenten, bij de GGZ, al die instituties. We kunnen ook kijken naar de opstand van de burgers. Ja. En die moet je niet helemaal uitsluiten, maar daar hebben we het eerder over gehad. Want we hebben over 2 maanden ook gemeenteraadsverkiezingen. En het is niet ongebruikelijk dat ongenoegen zich dan uit door de regeringspartij waar men ontevreden over is. Maar die hebben dan al bijna niks gedaan, toch? Of maakt dat niet uit? Nou, ze hebben aardig heel lang over gedaan om iets te doen. Ja. Vervolgens hebben ze een regeerakkoord gemaakt wat een flauwe afspiegeling is van wat we hebben gezien richting verkiezingen. Dus dat is grotendeels een verrassing, kun je zeggen. En ten derde, is het zo dat heel Nederland op Sigrid Kaag heeft gestemd? Dat lijkt me toch niet? Nou, als dit, zoals Joep van Hek al zei, als dit Kaag 1 is, als zelfs hij dat zegt, zou ik als willen zeggen. Er is eigenlijk niemand die bestrijdt dat dit gewoon een D66-kabinet is. Eigenlijk achteraf per ongeluk briljant gedaan dus. Dat zal ongetwijfeld. Maar of de Nederlandse kiezer ermee bediend is, kun je afvragen. Ze hebben weliswaar iets van 25 zetels. En ze hebben een paar zetels gewonnen. De peiling is er trouwens weer lang teruggezakt. Maar het is niet besloten op 17 maart dat mevrouw Kaag het alleenrecht op het regeren in Nederland zou krijgen. Dus daar gaat een prijs voor betaald worden, lijkt mij. Een electorale prijs. Om te beginnen een electorale prijs, ja. En dat kan weer, maar goed, dat hebben we misschien al eerder besproken. En dat heeft altijd effect op de partijen die het betreft. En de eerste kandidaat in dit geval, kandidaten, zijn VVD en CDA. Dus het VVD is dan het meest verrassend, omdat het CDA die kukkelde al eerder naar beneden. Het VVD was eigenlijk de winnaar van de laatste 20, 30 jaar, kun je zeggen. Daarvoor een kleine partij. En de laatste 30, 40 jaar was het een grotere partij, een regeringspartij nu 12 jaar, dat wil zeggen van de premier. De premier was onkwetsbaar, leek het wel. Heeft zelfs, de boeienkoning hadden we het even over, heeft zelfs Goede Vrijdag overleefd, 2021. Maar als hij nu een kabinet begint dat tot gevolg heeft dat allerlei wethouders geen banen meer hebben, raadsleden geen banen meer hebben en de VVD invloed weg hebt, dan zou het wel eens kunnen zijn dat het einde van de carrière van Mark Rutte ook nabij is. Nou had hij net het record als langzittende premier. In oktober geloof ik. En dan... Nou, ik dacht midden in de zomer. Maar goed, ja. Maar dat zal hij wel halen, ja. Maar misschien niet heel veel meer.
Nou, ik vind het een beetje een treurige conclusie, maar laten we... Nou ja, treurig. Let wel, het moet allemaal blijken natuurlijk. Maar met de kennis van nu, oordelend, dan komen we ongeveer op deze route uit. Dus 16 maart is eigenlijk de eerste grote testcase als er gemeenteraadsverkiezingen in plaats. Zeker. Dank. Ja, ook.